deze week in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Wat gaat er gebeuren met de Plantagekerk? Een 84-jarige man overvallen in zijn eigen woning. In de studio Chris Kok van Kok Harderwijk en Sander Pelstra vertelt over het Korenfestival. Het Harderwijkse Zakenweekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Jozua Aanhangwagens. In- en verkoop, onderhoud en verhuur van alles wat u aan de trekhaak kunt hangen. Van den Berg Glas. Subsidiemogelijkheden op isolatieglas. Bekijk ze op onze vernieuwde website www.vandenbergglas.nl. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zakenweekjournaal met Gerdien Beelen en Irene Hop. Welkom bij weer een nieuw Harderwijkse Zakenweekjournaal. En voor wie zich afvraagt wat dat drijvende ledscherm voor het strandeiland doet, nou, dat is voor de bijzondere tentoonstelling van de watersnoodramp nu 100 jaar geleden. Ik kreeg een e-mail van de burgemeester van Bunschoten-Spakenburg dat in 2016 het 100 jaar geleden was dat de Zuiderzee was overstroomd. En dat we daar toch met alle Zuiderzeegemeentes iets mee moesten doen. Nou, hier kwam het water de stad inlopen. En er zijn hier geen doden gevallen, maar we hadden wel natte voeten. En met die natte voeten kwam het besluit dat de afsluitdijk gebouwd moest worden. En dat was een heel groot veranderpunt in de geschiedenis van Harderwijk. Door die overstroming is het karakter van Harderwijk totaal veranderd. Als die overstroming er niet was geweest, dan had ik nu op de HK-276 hier over de Zuiderzee gevaren. Precies een vrouwtje geweest. Precies, zo is het erin. Wij strijden voor meer bewustzijn van de Gelderse geschiedenis. Op scholen krijgen we wel geschiedenisles, maar dat is vaak, ik noem het altijd, randstedelijke propaganda. En het wordt tijd dat we gewoon de geschiedenis van onze omgeving beter leren kennen. Want dan begrijp je waar je leeft en waar je opa en oma mee te doen hadden. Als het aan ons ligt, moet er gewoon een heel apart programma komen voor regionaal geschiedenisonderwijs. Maar laten we beginnen inderdaad om de Harderwijkse onderwijzers en onderwijzeressen eens uit te nodigen om gewoon hier eens langs te gaan lopen en gewoon het verhaal van hun eigen stad te gaan vertellen. En ik zou ook inderdaad scholen op willen roepen om hier naartoe te wandelen met je. Als ik onderwijzer was, ja, dan wist ik het wel. Ik zou hier naartoe lopen met mijn klas. Ik zou die kinderen hier in het zand neerzetten. En volgens mij kun je er niet tegenaan lesgeven. Die Zuiderzeegeschiedenis is overal nog zo duidelijk aanwezig in de stad. Je kan de stad niet inlopen. Je kan er echt niet omheen. Het ruikt van de muren. Ja, dus het is eigenlijk raar dat daar zo weinig aandacht voor is. Het ligt tot 30 oktober in het water en 's ochtends om 8 uur gaat hij aan en 's avonds om 10 uur gaat hij weer uit. Voor een interessante les op een unieke locatie kan je dus een kijkje nemen vanaf het strandeiland. De politie onderzoekt een woningoverval die op de nacht van zaterdag op zondag tussen 3 en 4 plaatsvond op de Mecklenburglaan in Harderwijk. Twee mannen hebben een 84-jarige man mishandeld en in zijn woning achtergelaten. De daders hebben de woning doorzocht en zijn daarna vertrokken. Nou, ze hebben wel een geldkistje meegenomen, een geel geldkistje. En de politie hoopt eigenlijk tips te ontvangen over dit geldkistje, want wellicht is die wel leeggehaald en daarna weer ergens achtergelaten. De bewoner is hierbij ernstig mishandeld, maar is gelukkig wel buiten levensgevaar. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Na de melding is de politie direct ter plaatse gegaan met meerdere eenheden en is het eerste onderzoek ingesteld. De recherche onderzoekt het nu verder, maar is daarvoor wel op zoek naar getuigen. Nou, mensen die iets gezien hebben of gehoord van deze woningoverval worden verzocht om contact op te nemen met de politie Harderwijk. Nou, elke week is er wel wat te doen en nou hebben ze weer wat nieuws geopend. De kinderen kunnen bij Kok Experience nu ook buiten spelen. En bij ons in de studio Chris Kok, welkom. Ja, hoi. Nou, jij bent hier om daar wat over te vertellen natuurlijk, maar eerst dat buitenspelen. Volgens mij was die opening wel een heel groot succes. Ja, Coco en Kiki, onze mascottes, die hebben het buitenspelen geopend. We hebben een airtrampoline buiten, wat konijntjes, dat we toch tot rust kunnen komen. Een klimtoren, ja, met een leuk glijbaan erbij. Nou, nu weet iedereen wel dat jullie als gezin knetteruit werken natuurlijk bij Kok Harderwijk. Maar volgens mij is de bioscoop jouw ding helemaal. Ja, ik zorg voor de filmprogramma elke week. Dat we zoveel mogelijk de nieuwe films hebben. En naast de bioscoop ook een heel mooi theatercafé op dezelfde verdieping. Als je bij ons naar de film gaat, dat je toch wel voor een avondje uitgaat. We proberen een totaalbeleving aan te bieden. Je gaat naar de film. We zijn een servicebioscoop, dus we hebben een pauze. Een kwartiertje pauze tijdens de film, dan haal je een drankje. We hebben ook een dakterras bij de bioscoop erbij. En als de film afgelopen is,
hoef je niet gelijk naar huis, want je kan nog even lekker plaatsnemen in het theatercafé. Nou, dat vind ik juist ook wel het leuke. Je kan natuurlijk lekker een hapje eten, je kan wat drinken, allerlei arrangementen. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Of in de toekomst nog meer van dat soort leuke ladies night en of dat soort dingen? Ja, we hebben aankomende donderdag, daar gaat de film Inferno gaat in première. We hebben een Beer Burger Night, die hebben we al één keer eerder gehad. De mannen, dat is echt een mannenfilm ook. Ja. De mannen komen binnen. Het is een mannenavond. Ja, ja, ja. De mannen komen binnen, ze halen een ticket, dan krijgen ze een lekker biertje, dan gaan ze naar de film. En in de pauze komen de bitterballen, met nog een lekker biertje erbij. En na de film pakken we een lekkere hamburger op het dakterras, samen met de kok van het restaurant beneden. Met nog een biertje erbij. Ja, 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 ja. En vond ik wel grappig, want je had de Ladies Night, die ken ik wel, maar ik las nu ook een Girls Night. Ja. Wat is het verschil? Girls Night, Ladies Night? De Ladies Night zijn toch wel echt voor de vrouwen, ja, de volwassenen. Mij bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. En de Girls Night is voor de tieners. Heartbeat gaat in première. Daar gaan we onze eerste Girls Night mee organiseren. Dus dan kunnen ze in plaats van bij de Ladies Night bestel je een high wine arrangement. Dan krijg je twee wijntjes en een plateau vol lekkernijen in de pauze. En bij de Girls Night is het dan zo, dan krijgen ze een high lemonade. Dus dan krijgen ze een leuke etagère met allemaal snoepjes en wat chipjes. En onbeperkt limonade. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed. Maar goed, volgende week is het herfstvakantie. En ik neem aan dat jullie ook nog wel veel activiteiten voor de echte kleinere kinderen hebben. Ja, volgende week hebben we kleuterbios. Dat is voor de 2-3-jarigen met de film De Club van Sint. Die gaat dan ook in première. Dan houden we het lichten aan in de zaal en we houden de deur open. Dus gaan we even kijken hoe dat loopt. Ja. Dat is natuurlijk, want ja, alleen naar de bioscoop is natuurlijk spannend. Ja. Dus dan houden we het licht aan en dan dat hebben we wat. En de bingo doen we ook. Leuk. Ja. Nou, als je bij jullie in de agenda kijkt, is er wel echt superveel te doen. Maar als je nou echt één evenement kan noemen waarvan je zegt, nou, dat mag echt niemand of in ieder geval alle kinderen in Harderwijk niet missen. Nou, natuurlijk erg veel evenementen, maar dan zou ik toch kiezen voor het Sinterklaasfeest. Ja, Sinterklaas en zijn Pieter die komen bij ons langs. Maar jullie Sinterklaasfeest is zo super bijzonder omdat? Nou, dat kan ik natuurlijk nog niet vertellen. Alleen, ik heb wel uit Spanje vernomen dat het een erg leuke happening gaat worden. Ja, dat het heel leuk wordt. Ja, dus ik adviseer ook alle kinderen in Harderwijk en omstreken om er ook zeker bij te zijn. Ja. Nou, dan en je gaat er nog wel wat meer nieuws over komen? Ja, krijgen we er nog wat van te horen? Je kan de kok-app in de gaten houden. En natuurlijk ook de website kokexperience.nl. Ja. Nou, dat gaan we dan maar in de gaten houden. Ja, nou, wij kijken vol spanning uit naar Sinterklaas en de Pieten. En bedankt voor je komst. Helemaal leuk, ja. Van 5 naar 2 kerken, wel of geen multifunctioneel centrum? Wat is de toekomst van de Plantagekerk? We zijn inderdaad van plan al van het begin af aan, van begin 2013, om er een multifunctioneel centrum van te maken. Daarmee hebben we van begin af aan ook meteen contact met de kerk opgenomen van jongens, kunnen we dat samen doen? Want wij zien daar hele grote mogelijkheden om dat neer te zetten. Als je het gebouw, het is een prachtig gebouw, we hebben gemeente van gezegd, we willen heel graag dat er op zondag gekerkt wordt, dat er een kerk in betrokken is. Maar als je het combineert met ook maatschappelijk gebruik en cultureel gebruik, dan kunnen er heel veel mensen in Harderwijk gewoon gebruik van maken. Er is onzekerheid of het haalbaar is. Het is een heel ambitieus en in sommige wat te ambitieus plan, ook politiek ambitieus. Het oorspronkelijke plan dat we hadden was om de 4 kerken te verkopen en een heel nieuwe kerk te bouwen. Maar dat was financieel snel niet haalbaar. We hebben toen alle 4 de kerken te koop gezet en de nieuwe kerk was al heel snel verkocht. En de Stad Dennenkerk is afgelopen jaar verkocht. En de Plantagekerk is natuurlijk een monument. Daar moet je heel goed mee omgaan. Daar kan ook niet alles in. Daar kun je geen meubelpakhuis van maken. Maar wat ook meespeelt, en daarom schets ik die voorgeschiedenis, dat is dat de mensen van de kerk, die zijn nu een beetje murf. Die hebben al die bewegingen kunnen meemaken. Die hebben eigenlijk alles geaccepteerd. Al die enorme ingrijpende bewegingen. De mensen willen nu gewoon zondags naar de kerk. En ze willen door de week een activiteit kunnen doen in de zaal die er zijn. Men kent het gebouw, neem ik aan. En dus dat is gewoon de natuurlijk, noem het dan emotioneel, maar dat is ook wel belangrijk. Het gaat ook over gevoelens. In onze optiek hebben we samen met de kerk geprobeerd om een situatie te bereiken waarin de kerk gewoon zichzelf kan zijn. En waarnaast je ook de culturele en maatschappelijke dingen kunt doen. Het financiële voordeel heeft dan voor de gemeente niet opgewogen tegen het gevoel van eigen baas en eigen huis en een vertrouwd gebouw. 8 januari zal de laatste kerkdienst in de Stadsdennenkerk en de Nieuwe Kerk plaatsvinden. En vanaf 15 januari is iedereen welkom in de Plantagekerk.
Centrum Management Harderwijk komt met een nieuw evenement. En Sander Pelstra van Ladystyle is bij ons vandaag in de studio. Nou, welkom Sander bij ons in de studio. Het nieuwe evenement wat jullie organiseren, kan je daar iets over vertellen? Ja, dat heet Korenslag. En Korenslag vindt plaats elke vrijdagavond vanaf de 14e oktober tot eind deze maand op zaterdagmiddag. Met het sluiten we af met een finale. We zijn begonnen een maand of drie geleden met koren aan te schrijven. We hebben wat persberichten eruit gedaan. En ja, het lijkt ons een fantastisch evenement. Ik heb het zelf voor de eerste keer een keer gezien in Apeldoorn. Het was giga leuk. En als ik dan hoor mensen die zingen, hoe enthousiast die erover praten, dan denk ik dat de hele bevolking dat wel eens mag weten. En dat doen we in de binnenstad. Kijk, maar dat betekent dus, jij zegt elke vrijdag en zaterdag, de hele maand oktober. Ja. Dus het is gewoon elke vrijdagavond elke en zaterdagmiddag. Elke vrijdagavond vanaf 7 uur en elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur. En vanaf 12 uur hebben we een 12 uur om 3 uur. Hè, en om vrijdagavond om 7 uur en om 8 uur. Soms twee koren. Dus het is een heel druk en heel vol programma. En dat is allemaal op het gemeentehuis, het bordes van het oude gemeentehuis. Vraag je, waar vindt het plaats? Op die trappen? Op de trappen, ja. Ja, we hebben heel veel medewerking gekregen van de muziekschool. We kunnen dus microfoons lenen en gebruiken, piano. Aan alles is gedacht, aan invalide mensen is gedacht. Dus het lijkt ons, het wordt heel spannend. Maar uiteindelijk gaan die koren allemaal zingen natuurlijk. Ja. Maar die kunnen ook winnen, neem ik aan. En is daar dan een jury voor of hoe gaan jullie dat beoordelen? Ja, we hebben elke avond en elke zaterdag hebben we drie speciale vakjuryleden, noemen wij die. Dat zijn over het algemeen bekende Harderwijkers. Daarnaast hebben we vijf mensen uit het publiek. Die haal ik persoonlijk uit het publiek. Op het moment zelf? Op het moment dat ze gaan zingen, zeg ik van jij ja. Wil jureren. Ze krijgen een bloknoot, dat is helemaal volgedrukt. Daar staan het koren op en ze kunnen punten geven van 1 tot 10. Eind vanavond gaan we die punten optellen, dat zetten we in de computer. En zo kunnen we dus zien wie eigenlijk in de finale gaat komen. En nou ben ik wel heel benieuwd, want je bent er heel enthousiast over. Ja. Maar hoe kom jij er nou bij om zoiets te organiseren? Hoe ben jij hier aan verbonden aan dit evenement? Ik ben voorzitter van de activiteitencommissie van het centrummanagement. Ja. En wij vonden dus dat we de laatste jaren veel commentaar kregen van mensen. Er gebeurt zo weinig in Harderwijk. Dus toen dachten we, nou dan gaan we eens kijken. Nou, dan ben ik een type die veel zit te googlen in andere plaatsen. Maar hier was ik ook niet opgekomen totdat ik in Apeldoorn in het winkelcentrum daar liep. En daar zag ik een koor zingen. En toen zei ik, wat is dit leuk, wat is dit gaaf. Maar er kwamen nog veel meer koren achteraan. Dus ik ben er gewoon gaan zitten. Nou, dan kreeg ik kippenvel en ik denk, verrek jongens, maar dit moet naar Harderwijk. Ja. Nou ja, en zo heb ik dat dus in de commissie gegooid. En die waren er gelijk laaiend enthousiast over. En zo is het gaan groeien. Maar nu komt het heel dichtbij. Maar welke koren treden er dan zoal op de Korenslag? Dat is onder andere People United, die trapt af op vrijdag de 14e oktober. We hebben onder andere een gospelkoor, we hebben de Aalzangers. Nou, en moet ik er meer noemen, want het zijn er veel. Ja, dat snap ik. Yeah? Maar van alles wat in ieder geval. Van alles wat een heel zeer uitgebreid repertoire voor elk wat wils. Leuk. Maar goed, je vertelt het nu allemaal heel enthousiast natuurlijk. Ja. Maar volgens mij zijn er nog veel meer evenementen die op stapel staan voor het Centrum Management. Ja, we hebben voor dit jaar nog in november hebben we de leukste winkel van Harderwijk, een verkiezing. Dat doen we dus samen met jullie. En daar zijn we dus in het beginstadium om dat dus nu op poten te krijgen. Ja, dan krijgen we natuurlijk de decembermaand. De decembermaand is een hele mooie maand, want er zat de ijsbaan en dat soort activiteiten zijn er al. En dan zijn we al druk met het nieuwe seizoen. 2017 hebben we al heel veel op de planning staan. Waaronder de nieuwe zomermarkten. De zomermarkten worden dus dit jaar niet meer gedaan zoals het de laatste paar jaar was. Want we vonden dat geen succes. En we gaan het op een heel ander level gooien. Maar dat vertellen we verder nog niet. Dat willen we nog wel een beetje spannend houden. Ja, dat moet wel leuk blijven. Komen we gaat nu terug. Even over Korenslag. Ja, ik kom graag terug. Maar nu Korenslag. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. En veel succes. Dankjewel. Kunnen we gebruiken. Twee medewerkers van de gemeente Ermelo zijn onwel geworden door een terpentine-achtige stof. De mannen waren bezig met regulier onderhoud aan het rioolgemaal. In een groen kastje in de berm in de buurt van bungalowpark De Strookel in Ermelo. Bij het wegnemen van een deksel in het kastje kwam die lucht vrij. De mannen hebben zichzelf gemeld bij het ziekenhuis waar ze zijn opgenomen.
Uit onderzoek van de brandweer en de RIVM blijkt woensdagavond dat het gaat om een terpentine-achtige stof. Het is niet duidelijk hoeveel er van deze stof in het riool geloosd is. Wel is duidelijk dat dit in de buurt van Putten is gebeurd. De gemeente en het waterschap willen de komende dagen de exacte bron achterhalen. Aldus de brandweer. Wilt u elke dag op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk? Ga dan naar onze website harderwijksezaken.nl. En heeft u nieuwstips of leuke filmpjes? Laat het ons weten via info@harderwijksezaken.nl. We blijven nu nog heel even zitten voor de agenda. Tot volgende week! Het Harderwijkse Zaken Weekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Jozua Aanhangwagens. In- en verkoop, onderhoud en verhuur van alles wat u aan de trekhaak kunt hangen. Van den Berg Glas. Subsidiemogelijkheden op isolatieglas. Bekijk ze op onze vernieuwde website www.vandenbergglas.nl. In het pittoreske dorp Hierde, een dorp dat zich 3 kilometer ten noordoosten van Harderwijk bevindt, staat een bijzonder huis. Het is gesitueerd aan de voormalige snelweg van Harderwijk naar Zwolle, de Zuiderzeestraatweg. Het huis is zeker niet bijzonder om de vorm, maar wel vanwege de rijke geschiedenis die het pand kenmerkt. Het is een voormalige hoeve van zo'n 100 jaar oud, die in de loop van 2016 helemaal zal zijn gerenoveerd. Normaal gesproken zou zo'n pand worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar de familie van de toekomstige bewoners hebben het huis al een eeuw in bezit. De emotionele waarde is dan ook zeer belangrijk. Daarom is voor zorgvuldige renovatie en deels nieuwbouw gekozen. Houthandel Albert van der Horst levert daar al het hout en plaatmateriaal voor de renovatie van de woning, alsmede een nieuwe uitbouw en een prachtige schuur. Verder worden de bestaande kozijnen en deuren vervangen door nieuwe. In dit filmpje het eerste deel van dit project. Ooit was het pand opgetrokken uit een enkelsteens muur, wat nu nog aan de oude steentjes is te zien. Maar in de tientallen jaren die erop volgden, is er een extra muur gebouwd als spouwmuur. Terwille van de aangrenzende nieuwbouw is die verwijderd en vervangen door kalksteenblokken, die weer van een nieuwe stuklaag zijn voorzien. Na de sloop is begonnen met het leggen van het fundament van de uitbouw. Reeds een paar weken later waren de contouren van de nieuwe aanbouw te zien. Opvallend zijn de bijzondere verbindingen van hout op hout. De nokbalken rusten daarom bijna onwrikbaar op het stelsel van dakbalken. Prachtige Douglasbalken, onverwoestbaar, die de eeuwen kunnen trotseren. Het geheel wordt gebouwd door JB Klus Service en nimmer door dienstverlening. Vakmensen van het zuiverste water. Kom Indonesië proeven op de Passamalam op 15 en 16 oktober. Met heerlijk authentiek Indisch eten, diverse stands, een gevarieerd muziekprogramma en een te winnen reischeck naar Bali ter waarde van 1000 euro. Belooft de tweede editie van de Passamalam nog groter en interessanter te worden dan vorig jaar.